Goedemorgen is het nog. Goedemorgen, hoe gaat het? Leuk dat je kijkt naar mijn hobby YouTube kanaal. Ik ben wezen shoppen. En dat is op zich niet bijzonder, want dat doe ik best regelmatig. Ik ben met Dennis het weekend naar... Ik ga even lekker achterover zitten. Ik ben met Dennis het weekend naar de Westfield Mall geweest. In Leidschendam. En dat schijnt dan de... grootste van Nederland te zijn. Dat maakte ik er niet helemaal uit op. Ik was daar en ik zag een aantal grote winkels. Een grote Cats & Gusto, een grote Nike. En ik zag wat stands van Volvo en van Polestar. En wat kleinere boutiquejes. En... het was nieuw, het was van buiten heel erg een beetje futuristisch, vond ik het. Wat vond ik er nog meer van? Ik vond het mooi ruim opgezet. De looppaden tussen de winkels waren echt heel breed. Het was heel druk, zaterdag. Heel druk. Te druk, denk ik. Veel parkeerplek, goed geregeld werden allemaal... In die brede looppaden waren af en toe van die snijhokjes. Iets met Dunkin' Donuts en Neuhaus chocola. En nog iets met cupcakes opgespoten. Zo, ik weet niet precies. Leuk. Het zag er leuk uit. Het zag er nieuw uit. Het zag er mooi, ja. Was het wat ik ervan verwacht had? Nee. Het is een gewoon winkelcentrum. En hij zou ongetwijfeld groter zijn dan een ander winkelcentrum, maar het is gewoon winkelcentrum. Het is niet bijzonder, zeg maar. Ik had bijvoorbeeld verwacht dat de Douglas, welke regulier is met de Douglas in het winkelcentrum in Heelgewaard, maar dan 3 keer zo groot, dat had ik verwacht. Dat was dus niet zo. Ik kon er amper met mijn rolstoel in. Reed ook nog wel wat dingen omver. Werd heel erg leuk geholpen. De 2 Marokkaanse jongens. Echt super, super lief. Er was een H&M Home winkel. Dat vond hij dan wel leuk. Het was een grote Riviera Maison winkel. Okay, we zijn de Kruidvat in geweest. Nou, die Kruidvat was ook niet heel veel groter dan die in Heelgewaard, zeg maar. Niet dat ik in Heelgewaard woon. Maar daar ga ik nog wel regelmatig. Mijn stem slaat over. Maar ik ben een keer in de Kruidvat geweest in een megastore in Den Haag. En dat is echt een Kruidvat. Dat had ik verwacht. Dat was dus niet zo. Maar goed. We hebben wel geshopt. Wat heb ik gekocht? Ik ben bij Douglas geweest. En daar heb ik een Douglas blushstick gekocht. Maar dan in het oranje... Ik weet het niet. Ik weet niet. Ik heb hem nog niet gebruikt. Ik weet niet wat ik ervan vind. Gelijk schoonmaken, anders zit mijn kleer onder. En ik heb beige aan. Toen heb ik ook wat van die... andersom, zo. Hij filmt een spiegelbeeld. Schaduwpots gekocht. Hele mooie kleur. Ik heb het ook op nu. Ik zie dat mijn mascara afgegeven heeft. Sorry. Hi. Deze. Deze. Hallo. Hallo. Alles gelukt? Ja. Goed zo. En deze. Heb ik dan nog meer gekocht bij de Douglas? Nee. Momentje. Wow. Wow. Bij H&M Home heb ik deze schattige kersthangers gekocht. Ze zijn wat bordeauxrood dan op de film. Op de film lijken ze heel rood. Ze zijn een beetje bordeauxerig, een beetje donker. Maar met gouden balletjes. Hartstikke leuk. Ja, ik hou hiervan in de kerstboom. Ik vind dat helemaal geweldig.
Dus die mogen straks naar beneden. En ik ben bij Bijou Brigitte geweest. Dat vind ik altijd een leuke winkel. Ik hou van accessoires en zo. Even kijken. Daar heb ik deze oorbellen gekocht. Een beetje een soort goud. En dan zijn ze van die stengels, maar dan een beetje ronder. Erg leuk. En wat ik heb gekocht is een armband. Maar dan zitten er verschillende structuren en dingetjes in. Hartstikke leuk. Ik hou ervan. Deze ga ik indoen. Dat, ja, ik neem aan dat iedereen dat kan zo. Zonder te kijken of te doen. Of deze gaatjes gaan al 48 jaar met mij mee. Dus, maar ja. Dan ben ik bij de Kruidvat geweest. Daar heb ik een gezichtsmasker gekocht. Een vitamine C masker. Even kijken wat dat doet. Een nieuwe droog shampoo. Een handzeepje. Dit leek me lekker. Dit is met Fresh and Splash. Ik weet geen idee. En ik heb daar een lippenstift gekocht. Van Flower Beauty. Dit irriteert mij. Zie je het? Dan hoop ik dat ik het er netjes van af krijg. Anders ben ik echt pist. Nou, dit viel mee. Ja, voilà. Kan je van tevoren wel denken, maar dat viel mee. Dit is, ik heb geen idee, ik kon het niet goed zien in de winkel. Het is een soort rose-achtig. Ja, ik vind een mooie kleur, denk ik, verder. Ik had van Flower nog geen lippenstift, dus nou, prima. Deze zal ik opruimen. En toen zijn we nog bij de Pandora geweest. Leuke Pandora winkel. En daar heeft Dennis voor mij zo'n touwtje gekocht. Dat gaat dan dubbel om je pols heen. En daar kun je ook natuurlijk hangertjes aan hangen en dat soort dingen. Nou heb ik. Kijk. Zo. Ja, er zit hier bij mijn andere. Maar dat, hè, dat is zo. En dan met zo'n balletje. En nou heb ik deze. Wacht even hoor. Er zit een oorbel aan. Ja, zo. Ik heb deze. Ik heb er nog wel meer. Maar ik heb deze. En deze is speciaal voor Moederdag gekocht. En al die hangertjes heb ik allemaal van Wessel. Voor deze volgens mij niet. Voor Moederdag of dan wel voor mijn verjaardag. Of hier staat op. Mam. Zie je? Mam. Dus ik dacht, misschien doe ik die er wel aan. Maar dat weet ik niet zeker. Ik vind het zo kaal ook leuk eigenlijk. Dat is het. Dat is het. Meer hebben we niet gekocht. Het was ook, we zijn er wel een tijdje doorheen geweest of zo. Maar we hebben nergens. Er was niet echt een winkel waarvan ik dacht, wow, weet je. Het was een hele grote MS-mode. Eerlijk is eerlijk. Maar goed, dat was mijn shoplogje. Dat heb ik gekocht. Ik heb de Douglas dingen al op. Hele mooie neutrale kleur. Of het blijft zitten, weet ik niet helemaal zeker. Kan je het zo zien? Ik hou ervan. De blush heb ik nog niet opgehoogd, want ik had al gepoederd. Dus ik heb gewoon de oude vertrouwde Charlotte Tilbury op. Dat was hem. Fijne dag. Wees goed. Wees zorglief. Nee, zorg goed voor jezelf en elkaar. En wees lief voor jezelf en elkaar. Tot de volgende keer.